Oké, dus het tweede deel van de serie over trillingen en golven, ateneum, bovenbouw, wat natuurkunde, en dit gaat over de harmonische trilling. Oké, 6. Elise hangt een blokje van 150 gram aan een veer en de uittrekking van de veer is dan 13,5 centimeter. Bereken de veerconstante van deze veer in newtonmeter. Nou oké, dan gaan we eerst maar even de kracht uitrekenen die op die veer komt werken. Die wordt veroorzaakt door de zwaartekracht en die is massa maar gravitatieconstante. Massa is 150 gram, maar kilogram van 0,150 kilogram. G is 9,81 meter per seconde kwadraat. Nou, de zwaartekracht is dan die twee met elkaar vermenigvuldigd. 1,4715 newton. En dat is dan ook de, die wordt dan gecompenseerd door de veerkracht, dus die is ook 1,415 newton, zeg maar. En de uittrekking die is 13,5 centimeter, daar maken we meters van 0,135 meter. En nou, die twee waarden die we hebben gevonden, die vullen we allebei in. F is C gedeeld door U, dit is F, dit is U, C is dan deze gedeeld door die. Komt uit op 10,9 newton per meter. En dat is de veerconstante. Hoe groter die is, hoe stugger de veer is, hoe moeilijker die uittrekt. Elise trekt het blokje een stukje omlaag en laat het los. Vervolgens meet zij de tijd die het blokje nodig heeft voor het uitvoeren van 10 trillingen en zij leest op haar stopwatch af 7,41 seconden. Bereken met de gegevens opnieuw de veerconstante van de veer. Dat doe je dan met de formule. De trillingstijd is 2 maal pi. Maal de wortel uit de massa gedeeld door de veerconstante. Nou, oké, dan ga je allemaal invullen wat je weet. 10 trillingen is 7,41 seconden. Dus 1 trilling, dat is de periode, is 0,741 seconden. Dat is deze. 2 pi is natuurlijk gewoon een constante. De massa is nog steeds diezelfde 150 gram. Dus 0,150 kilogram. En de enige die je er nog over hebt is C. Nou, hoe vind je dan die C? Dan moet je eerst dit kwadrateren. En deze kant natuurlijk ook. Dan valt die worteltekens weg. Komt hier een kwadraat bij. En wordt dit 4 maal pi kwadraat. Oké, en dan is het nog steeds een beetje op wiskundige manier dat allemaal uitvogelen. Zoals je dat hebt geleerd bij wiskunde. Uitkomst is 10,78 newtonmeter, oftewel 10,8. En je ziet dat is dezelfde waarde als hier. Wat hier ook had gekund is, je had natuurlijk gewoon in kunnen vullen. Oké, dit is 10,9... klopt dat nou als ik die invul, dan vul ik al die gegevens hierin en dan vul ik deze hier ook hierin. En kijk, dan moet hier dus ook 0,741 uitkomen, net als hier rechts. Zo kan dat natuurlijk ook. Maar dat kan alleen als je al deze waarde weet natuurlijk. Goed, C. Zou Elise een andere waarde voor de trillingstijd hebben gemeten als het blokje wat verder omlaag had gedrukken? De trilling krijgt al een grotere amplitude, maar je hangt niet af, de trillingstijd hangt niet af van de amplitude, alleen van de massa en van de veerconstante, zoals je in de formule kan zien. Dus het zal niet veranderen. Dat is natuurlijk altijd binnen bepaalde grenzen, dat begrijp je ook wel. Dus dat geldt eigenlijk voor elke natuurkundige wet. Noem twee manieren waarop de Elise ervoor kan zorgen dat de tijd voor trillingen groter is dan die 7,41 seconden moet het zijn, of 1 trilling 0,714 seconden, dat klopt niet in het boek, maar goed, voor de beantwoording van de vraag maakt er niet heel veel uit. Als deze trillingtijd groter moet worden, kun je aan de formule zien, dan moet je dus of een grotere massa nemen, of een, dan wordt deze breuk wordt natuurlijk groter dan. Als je deze wil beïnvloeden, dan moet je hem juist kleiner nemen als je deze hele formule, dit gedeelte wil beïnvloeden. Dus moet je een veer hebben met een kleinere veerconstant, oftewel een slappere veer. Je zou het ook liever kunnen een grotere massa aan de veer hangen of een slappere veer gebruiken. Hoe klopt precies? Oké, gaan we naar 7. Een blokje met een massa M trilt met, aan de veer met een veerconstante C. De uittrekkingstijddiagram is sinusvormig, zoals je kan zien. Dit is de tijd in seconden en dit is de uitwerking in centimeter. Stel een formule op voor de uitwerking van de tijd. Nou, die formule die ken je natuurlijk al. Dat is, die komt gewoon uit het boek. De uitwerking is de amplitude maal de sinus uit 2 pi gedeeld door de periode maal de tijd waarover het gaat. Dus het kan bijvoorbeeld deze tijd zijn, of het kan die tijd zijn, of die kan die zijn. Die anderen zijn allemaal constant, hè. A is constant, 2 pi is constant en de periode is constant.
Dus als je de trilling op een bepaald moment uit wil weten, dat is u, hangt dat alleen maar van de tijdstip af. Maar dat kun je ook zien in de grafiek trouwens, hè? Ik bedoel, de uitwijking verandert met de tijd. Oké. Nou dan, de amplitude die kun je aflezen, die is 1,0 centimeter. De periode kun je ook aflezen, dat is van, hier begint die en hier is die weer terug, dus dat is 2,0 centimeter. Dus die kun je invullen dan in de formule, en hier is dat gedaan. Ja. Oké. En als je dat dan doet, en even kijken, hier heb je dus 1 centimeter. Ik had hier trouwens liever gehad dat ze hier meters van maakten, maar oké, goed. Hier heb je 2 ingevuld voor de tijd, dus die 2 pi gedeeld door 2 is pi, dus dat wordt de pi mal t, dat zie je hier ook. Hier heb je 1,0 centimeter, dan krijg je dus je antwoord in centimeter ook. Als je hier meters van maakt, dan krijg je natuurlijk je antwoord in meters. Dat is eigenlijk wat we vaker doen, maar goed, hier doen ze dat even niet. Controleer je antwoord op de vorige vraag met je formule. De uitwerking te berekenen op t is 0,7 seconden en op t is 1,2 seconden. Nou, 0,7 seconden, dat is dus hier. Dan kun je aflezen. 1,2 seconden, dat is hier. En dan kun je hem ook aflezen natuurlijk. Elk hokje is een tiende. Ja, klopt. Oké. Nou, eerst maar eens even berekenen dan. Met eerst met t 0,7 seconden. U is 1,0, dat is de amplitude. Maar de sin is maar 0,70, dat is die. T maal pi. Nou, als je hier een rekening ziet, dan komt er 0,81 centimeter uit. Nou, ga ik kijken, hier bij 0,7. Hier omhoog is 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Oké, nou, dat is allemaal prima. Op t is 1,2 seconden. U is 1,0, dat is de amplitude. Maar de sin is 1,2, dat is de tijd maal pi. Stop je in je rekenmachine, wat de zaak is doen natuurlijk. Min 0,59 centimeter, dus dat gaat naar 1,2 toe. Dat is hier, 1,2, dit is 1,2, dus net iets voorbij 0,5. Nou, dat komt dan 0,6 is ongeveer. Nou, dat is allemaal wel goed, komt allemaal wel goed uit. Oké. Ja, dus je moet wel even controleren met aflezen. C. De FT-grafiek blijkt ook sinusvormig te zijn, legt dat uit. Nou, voor een blokje aan en veer geldt dat de kracht is evenredig aan de gelijk aan de veerconstante maal uitdrukking. Die veerconstante is constant, dus als deze sinusvormig verloop heeft, dan heeft deze ook een sinusvormig verloop, want dit is alleen maar een getal. Ja? Je kan natuurlijk ook met formules aan de slag gaan en dat allemaal helemaal netjes uitwerken, zoals we dat hier doen. U is dit, de kracht is dit maal de veerconstante, dus die komt er dan bij. Kijk, die staat hier ervoor hier wel. Ja, dus dat klopt ook allemaal precies. Het is dus inderdaad een sinusvorm. Ja, oké, dan gaan we naar D. Maak een schets van dat F tegen T diagram. Nou, dat is hij daar gedaan. En de belangrijkste kenmerken van de schets zijn is van de kracht die verandert, is sinusvormig. Alleen de nulpunten van de FT-diagram vallen samen met de nulpunten van dit diagram. Oké. Alleen de grafiek is gespiegeld. Dat kun je ook zien aan die min hier. He, als de uitwerking positief is, dan is de kracht negatief. Dat wil dus zeggen, als de uitwerking naar boven is, probeert de kracht van de veer hem terug te trekken. En als de veer naar beneden uitrekt, dan probeert de kracht van de veer hem naar binnen, naar boven weer terug te trekken. Dat is ook de definitie van een harmonische trilling. De kracht en de uitwerking zijn altijd tegengesteld aan elkaar. Gaan we naar E. Hang je een tweede blokje met de massa M aan de veer, dan verandert de trillingstijd. We redeneren hoe de grote nieuwe trillingstijd dan is. Een tweede blokje, neem aan dat het een identiek blokje is, dus dan wordt de massa dus groter. Twee keer zo groot. Dus als je dan in de formule invult voor de uitwijking, dan kijk je, dat is deze formule. Sorry, deze. Als je hier 2m van maakt, dan wordt de trillingstijd dus twee keer zo groot, maar wortel twee keer zo groot, omdat hier die 2 hier onder het wortelteken staat. Klopt dat hier ook? Ja, dat schrijven ze hier ook, hè? Oké, dus de tijd is 2,0 seconden voor de oude situatie. De nieuwe tijd wordt dus een wortel 2 keer 2,0 seconden. Dat is 2,8 seconden ongeveer. Wortel 2 is ongeveer 1,4. Oké, gaan we naar 8.
Een bol met een massa van 300 gram hangt aan een veer die een veerconstante 25,00 newtonmeter heeft. Toon aan dat de uitrekking van de veer 11,77 centimeter is. Ga je eerst uittekenen hoe grote kracht is op de veerwerk. Dat is een zwaartekracht. Die hangt uit van de massa en van de gravitatieconstante. De massa is 300 gram van 0,3 kilogram. G is 9,81, dat is aangegeven. De zwaartekracht is dan het product van die twee. 2,493 newton. En dat is dan ook de kracht van de veer, want die wil die compenseren. Dus dit is ook 2,9343 newton. De veerconstante die is bekend, die is 25,00. Dus daar houden we alleen maar de uitwerking over. Kijk, hier is dat, dit formuletje is hier ingevuld, zie je wel. De uitwerking is dan 2,943 gedeeld door 25,00. Is 0,1177 meter, oftewel 11,77 centimeter. En dat moesten we aantonen hier, dus dat klopt allemaal. Dan, Daan trekt de bol 6 centimeter omlaag. Hier zitten we, ja. Neem aan dat de... neem aan dat de bol direct vanaf het tijdstip... omdat dat tijdens een harmonische trilling gaat uitoefenen. Tussen welke waarde varieert de uitrekking van de veer? Nou, we hebben al gezien dat de uitrekking 11,77 centimeter was. Plus die 6 centimeter geeft dan 17,77 meter. Dat is aan de bovenkant. En aan de onderkant is die 11,77 min 6,0 centimeter. Dus 5,77. Ja, de evenwichtsas zit dus bij 6 centimeter. En waarom is het zo dat het 6 centimeter is? Omdat die Daan hem 6 centimeter heeft uitgetrokken. Dus dat wordt dan de evenwichtsstand. Gaan we naar C. Op de bol werken twee krachten, de zwaartekracht en de veerkracht. Bij het uitvoeren van een trilling treedt de resultante van deze twee krachten op als de resulterende kracht Fs. Toon aan dat de resulterende kracht min 150 newton is als de bol zich in de uiterstand boven begint. In de uiterstand boven is de uitrekking het kleinst. Voor de veerkracht geldt natuurlijk, de veerkracht is de veerconstante maal u. In de bovenste stand is die 5,77 centimeter, hadden we daar gezien. Dat is wel 5,77,10 tot de tweede meter. Wat is dan de veerkracht? Die is de veerconstante 25,00. En die was helemaal in het begin gegeven, hier. Maal die uitrekking van 5,77,10 tot de min 2 is 1,443 newton. En deze kracht is omhoog gericht. Er is ook een zwaartekracht. Die is omlaag gericht. Die is 2,943 newton. Dat hadden we bij A uitgerekend. Dus het verschil ertussen is 1,443 naar boven min 2,943 naar beneden. Is dus min 1,50 newton ook naar beneden. Dan bij D toon aan dat de resultante kracht 1 plus 1,50 newton. Als je al in de uiterstand beneden bevindt, goed, gaan we hetzelfde doen. Bij de veerkracht geldt dan dat de uitwijking 17,77 centimeter is. Dat hadden we bij B gezien hier. Dus 17,77 wat 10 tot de tweede meter. De veerconstante blijft nu 25,00. Dus de veerkracht is het product van die twee vermenigvuldigd 4,443 newton. En die kracht is omhoog gericht. De zwaartekracht. Want die is nog steeds 2,943 newton, die is omlaag gericht. Dus het verschil ertussen is 1,50 en die is dus ook omhoog gericht. Dat moesten we aantonen dan. Ook weer gedaan. Gaan we naar E. Maak een FU-diagram. Dat is hier gedaan. De resulterende kracht is 1,50 op tijdstip 0 en min 1,50 op tijdpunt 6. En de lineair verband. Bereken voor de... aan dezelfde veer hang je een massa van 200 gram. Ook deze veer gaat een trilling uitoefenen met een amplitude van 6 centimeter. Eerst was je 300 gram, nu is het 200 gram. Bereken voor de nieuwe situatie de resulterende kracht in de uiterste standen. De massa van de veer geldt nu, de zwaartekracht wordt natuurlijk minder. Die wordt MLG, 9,81 maal 0,2 kilogram is 1,982 newton. Dan breek je de evenwichtstanden
van 7,848 centimeter. Die uitrekening die zit dus tussen 1,848 en 13,846, want de evenstand blijft natuurlijk op 6 centimeter. Oké, ik begin even overnieuw met F, want de opname werd onderbroken terwijl ik het niet door had. En ik had geen zin om alles helemaal opnieuw te doen, dus ik begin gewoon weer even overnieuw. We hebben dus 200 gram en dat betekent dus dat de zwaartekracht verandert. Dat hadden we al gezien. 9,81 maar 0,200 kilogram is 1,982 newton. Oké, daar kun je dus, dat hadden we nog niet gedaan, bepalen dat de evenstand op 7,848 centimeter zit. Hoe doe je dat nou? Nou, die 1,982 newton vul je hierin. De veerkoststand blijft 25,00 newton. Dus de uitreiking is natuurlijk dan die 1,982. 2 gedeeld door 25 en daar komt die 7,9848 centimeter van. Dat is trouwens de uitwijking en niet de evenweerstand. Dat klopt dus niet. Oké, de uitrekking die varieert dus tussen de evenweerstand die blijft natuurlijk die blijft op 6, dus dan gaat die oscilleren tussen min 1,184 en 13,848 centimeter. En de veerkracht die daarbij horen, die kun je natuurlijk weer uitrekenen door ze in te vullen. F is C maal U. Je vult die twee waarden in en dan komen deze twee er vanzelf uit. De resulterende kracht wordt verminderd als de zwaartekracht met een zwaartekracht van 1,982 newton. Ja, dus de ene, en dat levert dan het verschil tussen, het verschil tussen deze en die is natuurlijk 1,5. En het verschil tussen deze en die, dat is ook 1,5 newton, net als bij C. En bij D, dus er verandert wat dat betreft niks. Goed, op grond van de antwoorden bij vraag F kun je concluderen dat het FU-diagram precies hetzelfde is. Geef je voor een verklaring. Nou, voor een resulterende kracht geldt dat de resulterende kracht afhangt van de veerconstante en van de uitrekking. Bij een blokje aan een veer is de krachtconstante hetzelfde, want het is dezelfde veer. En de massa speelt geen rol, alleen maar de uitrekking. Nou, dat is dus ook berekend bij D, E en F. En je kan het dus ook in de formule zien. Hè? De grootte van de kracht, daar zit de massa niet in. Ja, alleen maar de veerconstante en de uitrekking. Dus ook op basis van de formule kun je zien dat het kloppen moet. Hoe het gaat naar opdracht 9. Als een blokje aan een veer trilt, geldt D kwadraat is 4 pi kwadraat gedeeld door C maal M. Leid deze formule af. Dat ziet er ingewikkeld uit, maar het is eigenlijk heel simpel. Je gaat uit van de formule die we al kennen. T is gelijk aan 2 pi maal de wortel uit de massa gedeeld door de weerconstante. Nou, als je allebei de kanten kwadrateert, T wordt dan T kwadraat, 2 wordt dan 4, pi wordt dan pi in het kwadraat, en die wortelteken hier valt weg, dus krijg je M gedeeld door C. Nou, dan neem je hem. Dat is hem dus. Zie je wat hier staat. Ja? Oké. Alleen hier heeft het een beetje anders geschreven. Hier heb je, dit is min 4 maal pi kwadraat maal m gedeeld door c. En dan staat de c hier onder de m. Maar je mag hem natuurlijk ook hier onder de 4 pi kwadraat zetten, zoals hier gebeurd is. Je mag ook die lijn hier doortrekken, dat het allemaal 4 pi kwadraat m, die allemaal boven de streep aan de c eronder, dat maakt allemaal niks uit. Het is allemaal hetzelfde. Oké, dan een flink verhaal. Oké, dat ga ik even voorlezen. De formule voor de trillingstijd geldt ook voor de situatie in figuur 9.18. Dat is deze situatie natuurlijk. Een ruiter, dat is dit ding. Ja. Die is verbonden door middel van twee veren met twee standaards. Dit zijn de standaards en dit zijn de veren. Die zich zagen, dat moeten bladveren voorstellen. Dat zijn in werkelijkheid cilindervormige veren. Deze standaards zijn vastgemaakt aan een rail. Oké, dat is deze, dus die ruiter die kan heen en weer wijgen, lijkt een beetje op een trein, een railsysteem. Door de ruiter uit de evenstand te halen en los te laten, gaat hij een trilling uitoefenen met verwaarloosbare wrijving over de rail. Oké, Nabil doet een proef waarbij de opstelling uit figuur 9.18 gebruikt. Hij wil onderzoeken hoe de trillingstijd afhangt van de massa van het trillende systeem. En heeft de beschikking over vier ringen met elke massa van 0,20 kilogram. Hij legt steeds een ander aantal ringen op de ruiter en meet telkens de trillingstijd. En hier staan dan in 19a, de resultaten, waarbij het aantal ringen van 0 tot 4 oploopt en de t-kwadraat
die loopt van 1, iets meer dan 1 op tot bijna 5. En het is een rechte lijn. Dus het is een recht evenredig verband tussen de uitrekking, het aantal ringen, sorry, en de tijd in het kwadraat. De periode in het kwadraat. De tijd in het kwadraat. Dat is hetzelfde. Oké, nog steeds verder lezen onder het streepje hier. De meetpunten liggen op een rechte lijn. Als de formule hierboven juist is, moet de grafiek een t-kwadraat m-diagram door de oorsprong gaan. Nou, dat is duidelijk niet zo. En Nabil maakt daarom een ander diagram, zodat de lijnen wel door de oorsprong gaan. Zie figuur 19b, dat is hier rechts. In plaats van het aantal ringen moet langs de horizontale as de schaalverdeling met de massa worden uitgezet. Toon aan dat de schaalverdeling van de horizontale as 1 cm met 0,20 gram is. Oh, nou, als je hier naar de grafiek kijkt, dan zie je hier dat dit dus steeds dus één ring is en dat dat 5 van die kleine hoogtes zijn. Dit is dus ook één ring. Dit is één ring erbij, dit is één ring erbij en dit is één ring erbij. En een ring was 200 gram. 0,2 kilogram. Oké, als je die dan doortrekt, dan komt het wel door 0,0 uit. Oké. Eens kijken, staat dat hier ook? Even kijken. Ja, oké. Okay. C dan. Bepaalde massa van de ruiter. Goed, dan. Van deze horizontale afstand is dus 200 gram. En die kun je opmeten. Deze afstand kun je natuurlijk opmeten, die is iets groter en die kun je dan omrekenen. Nou, je kan precies zien, met hokjes stellen kun je precies zien dat deze horizontale afstand anderhalf keer zo groot is als deze horizontale afstanden. En hier hoort dus 200 gram bij, als het anderhalf keer zo groot is, is dat dan 300 gram, 0,30 kilo. Bepaalde steilheid van de rechten, ik neem dat ze daarmee bedoelen de richtingscoëfficiënten of de richtingscoëfficiënt, hellingsgetal is allemaal hetzelfde. Nou, ik kan best de twee uiterste punten nemen. Deze is lekker 0,0, dus dat is makkelijk. Dit is 4,70 of zo, naar 0. En dit is, als je hier gaat opzetten, is dat, dit was telkens 20 gram, hè. Dus dan zit je hier bij, dit is 100 gram, dan zit dan 20 gram, dan zit je hier precies in het midden, dus dit is 110 gram. Oké, dus dat is 4,70 seconden in het kwadraat, want dit is de tijd in het kwadraat, gedeeld door 110 gram. Ja, en komt uit 4,272 seconden per kilo is dat. Dat lijkt eerst niet logisch, want hier staat 4,7 gram gedeeld door 110 gram. Maar als je dat gaat uitrekenen, dan blijkt er dus uit te komen 0,042 seconden kwadraat gedeeld door gram. En als je daar een kilo van wil maken, dan moet je dat vermenigvuldigen met 1000. En dan klopt het allemaal wel. Nou, lijkt dat wel, maar dat is trouwens ook niet waar, want die komma die moet voor mij één plaatsje verder staan. Want het is toch echt maal 1000 en niet maal 100. Nou, het is dus 4,43 seconden kwadraat per kilogram en niet 4,3. Of ik zit ergens fout, maar volgens mij niet. Nog even S te controleren. 4,7 is het verschil in seconden kwadraat. Als ik dit meteen een kilogram afmaak, is dat 0,11 min 0. Dus dan is het 4,7 gedeeld door 0,11. Ja, dan komt er echt 42,72 uit en niet 4,272. Dus je zit echt 43 seconden per kilogram kwadraat. Jammer dat het boek weer eens in de fout gaat. Komt, gebeurt helaas wel eens wat vaker. Eens even kijken. 9D hadden we daarmee gedaan. Dan E. We rekenen dan de kronachtconstante van het trillende systeem. Nou, daar geldt dus deze formule voor. Hè, die hier staat. T in het kwadraat is 4 pi kwadraat gedeeld door C. En de steilheid is dan 4 pi kwadraat gedeeld door C gedeeld door M. Dus dan valt deze m, dan ga je doordelen, die valt dus weg. Dus, oké, t kwadraat, de steilheid is dan 4 pi kwadraat gedeeld door c. 4 pi kwadraat gedeeld door c is 4,27. Nee, die is dus 43, dat zag ik dus ook in de voorgaande. C is 9,24 kilogram, en dat is de veelconstante. Neem aan dat die wel klopt. Aan dit klopt dat natuurlijk ook niet, want deze moet 10 keer zo groot zijn.
En dan moet deze 10 keer zo klein zijn dan hier staat. Dus is 0,92 kilogram per seconde kwadraat. Oké. Oké, opgave 10 die staat wel helemaal uitgewerkt zoals je hier ziet. Maar dat is een modelleeropdracht en die doen we al apart. Dus die kun je zelf als je wil wel bekijken. Maar gaan we dus nu even niet bespreken. Dus dat is het einde van filmpje 2.